Hallo, Karel Emk hier. In deze video gaan we in een kleine 10 minuten kijken naar het idee van de 4-uurige werkweek. Een kreet die bekend is geworden dankzij het boek The 4-Hour Workweek van Timothy Ferris. Nou, nu zijn de meeste mensen heel erg sceptisch bij een dergelijk idee en dat begrijp ik. Maar ik heb zelf het gedachtegoed uit de 4-Hour Workweek in mijn leven geïmplementeerd en weet dus inmiddels als een ervaringsdeskundige dat het niet onmogelijk is. In de komende 10 minuten zal ik duidelijk maken hoe dat kan. Nou, ik zal in deze video over de 4-uurige werkweek praten, omdat dit een beetje een begrip is geworden, maar focus vooral niet te veel op het nummertje 4. Je kunt het gedachtegoed dat ik hier zal delen ook gebruiken om bijvoorbeeld een 20-uurige werkweek na te streven, een 10-uurige werkweek of zelfs een 0-uurige werkweek. Bij het idee van een 4-uurige werkweek is er vaak veel weerstand in de vorm van ja, maar ik ben een schilder, ik kan toch niet mijn tarief gaan vertienvoudigen. En nee, dat lijkt mij ook niet zo slim, want dan ben je waarschijnlijk snel al je klanten kwijt. Een 4-uurige werkweek is dan ook niet universeel toepasbaar, in tegendeel zelfs. Om deze te kunnen realiseren zijn er een aantal voorwaarden waaraan je zult moeten voldoen. De eerste daarvan is dat je een ondernemer bent. Dat is een vereiste omdat werkgevers niet akkoord zullen gaan met het plan om maar 4 uur per week te gaan werken terwijl je een 40-uur contract hebt. Zelfs niet als je je werkzaamheden in 4 uur zou kunnen doen. Oftewel, wanneer je een werknemer bent, ben je niet de baas over je eigen tijd. En dan wordt een 4-uurige werkweek een heel lastig verhaal. Een tweede voorwaarde is dat je als ondernemer een schaalbaar businessmodel hebt. Schaalbaar betekent dat je inkomsten niet direct afhankelijk zijn van jouw uren. Er zijn tenslotte maar 24 uur in een dag, waarbij je naast te werken ook nog zult moeten slapen, eten en het liefst wat ontspannen. Dit betekent dat een 4-uurige werkweek niet gaat gebeuren voor bijvoorbeeld een coach, een copywriter, een consultant, een boekhouder, etc. Dit zijn activiteiten die op uurbasis worden gedaan en dus per definitie niet schaalbaar. Voorbeelden van schaalbare producten zijn een online training, een boek, een app, een evenement of al ietsje complexer een soort van franchise-organisatie. Eigenlijk alles dat indien eenmaal gereed, onbeperkt kan worden verkocht. Zo kun je, om het voorbeeld van een online training nogmaals te pakken, deze training 10 keer verkopen, maar in theorie ook 10 miljoen keer. Een derde voorwaarde is dat jij als ondernemer vervangbaar moet zijn en dat er dus geen activiteiten zijn waar jij zo uniek in bent dat niemand anders die kan doen. Nou, dat laatste komt maar zelden voor, maar denk bijvoorbeeld aan een voetballer als Cristiano Ronaldo of een zangeres als Adele. Nou, deze kunnen hun werk lastig uitbesteden omdat ze een uniek talent hebben die persoonsgebonden is. En voor deze voorbeelden geldt waarschijnlijk ook dat ze hun werk niet zullen willen uitbesteden omdat hun werk veel te leuk is om zelf te doen. Samengevat, wanneer je een 4-uurige werkweek nastreeft, dan zul je een ondernemer moeten zijn met een schaalbaar businessmodel dat ook zonder jou kan draaien. Nu hebben de meeste zelfstandige ondernemers vaak eerder een 60-uurige dan een 4-uurige werkweek. Dit komt omdat de meeste ondernemers hun bedrijf bouwen rondom zichzelf. En dat is wat mij betreft ook zeker niet verkeerd. Het is denk ik best goed eerst veel dingen zelf te doen, omdat je zo affiniteit krijgt met je onderneming en de markt. En je bent waarschijnlijk ook niet voor niets ondernemer geworden en in bepaalde dingen heel goed. Maar wanneer je vrij wilt komen van je bedrijf, dan zal je deze zodanig moeten gaan inrichten dat deze op de autopilot kan draaien. Oftewel zonder jou als de spin in het web. Of op zijn Engels, build a business you can escape from. Het stappenplan naar meer vrijheid van je bedrijf is er eentje die in theorie verrassend eenvoudig is. Je maakt als eerste een inventarisatie van al je activiteiten en projecten als ondernemer. Dit doe je bij voorkeur door een paar weken goed je uren bij te houden, zodat je weet waar de meeste tijd weglekt. Vervolgens ga je via het volgende 3-stappenproces door deze lijst heen. De eerste stap is elimineren. Vaak steek je als ondernemer veel tijd in dingen die niets gaan opleveren. Projecten worden vaak een beetje je kindjes en dan kan het heel moeilijk zijn om daar afscheid van te gaan nemen. Ook al weet je vaak ergens wel dat het niet meer gaat worden. In schrijverstermen,
Kill your darlings. De tweede stap is automatiseren. Alles dat je niet kunt elimineren, ga je, indien mogelijk, automatiseren. Want als iets automatisch gaat, dan kost het je geen tijd. Zo kost het bijvoorbeeld mij nu geen tijd dat jij naar dit filmpje kijkt. De derde en laatste stap in het proces is delegeren. Alles, of bijna alles, dat je niet kunt automatiseren, ga je delegeren aan anderen. Nog even los van een 4-uur werkweek zijn de regels wanneer je iets zou moeten delegeren heel duidelijk. Je moet alles delegeren dat je niet leuk vindt. Doe je dat werk wel, dan kost je dat waarschijnlijk veel energie. Als tweede, alles dat je niet goed kan. Dat klinkt natuurlijk als een open deur, maar in de praktijk gebeurt dit maar al te vaak niet. En als derde, alles dat een ander goedkoper kan. Stel bijvoorbeeld dat je als een consultant 100 euro per uur kunt verdienen en je kunt je boekhouding uitbesteden voor 40 euro per uur, dan is dat om economische redenen slim om te doen. In theorie kun je via dit proces de grote verdwijntruc doen. En ik spreek dus ook uit ervaring dat dat echt kan. Nu begrijp ik dat dit verhaal misschien wat te gemakkelijk klinkt. En dat klopt. Ik heb namelijk één heel cruciaal ding niet expliciet verteld. En dat is dat je eerst een goedlopende, winstgevende onderneming zult moeten creëren voordat je over een 4-uur werkweek kunt gaan nadenken. En de realiteit is dat dat best heel moeilijk is. Heel veel ideeën mislukken. In mijn geval schat ik dat zo'n 90% van al mijn ondernemersideeën het niet hebben gehaald. Ofwel, je zult eerst iets moeten vinden dat werkt voordat je het voor jou kunt laten werken. Maar wanneer dat gelukt is, dan kun je dus het proces van elimineren, automatiseren en delegeren starten. En ook wanneer je niet geheel vrij wilt komen van je bedrijf, maar gewoon wat minder wilt gaan werken, dan is dit een prachtig proces. Goed, ik hoop dat deze video wat duidelijkheid heeft gegeven hoe een 4-uur werkweek geëngineerd kan worden. Nou, ik zou zeggen, laat je vooral niet ontmoedigen door het grote plaatje en begin gewoon met baby steps te maken in de richting van je doel. En wanneer je eerste succesjes gaat boeken, zal het verhaal momentum krijgen en wordt het steeds gemakkelijker. Meer informatie en inspiratie over dit onderwerp vind je natuurlijk in het boek van Tim Ferriss of in mijn boek Road to Freedom. Dat is er eentje vanuit Nederlands perspectief, dus wellicht iets meer herkenbaar. En voor mensen die de diepte in willen, ik verzorg 1 tot 3 keer per jaar een 2-weekse Road to Freedom cursus. Onder andere in Spanje, op Bali en andere mooie plekken op de wereld. Heb je daar interesse in? Meld je dan even aan voor de Road to Freedom mailinglist. Dan blijf je automatisch op de hoogte. Tot zover deze eerste introductie in de 4-uur werkweek. En voor de mensen die er dieper in gaan duiken, wie weet, tot ziens.